Nog maar 2 dagen is de transferperiode in de Premier League. En dat betekent dat nu echt zo heel veel transfers is. We gaan de komende dagen iedere dag een transfervideo doen. Tot de transfer deadline day in de Premier League. Nogmaals, het is heel interessant dat vanaf dit seizoen de Premier League eerder sluit in de transferperiode dan alle andere competities. Dit betekent wel dat spelers nog altijd weggekocht mogen worden na 9 augustus 5 uur 's middags. Maar dat er niemand meer aangetrokken mag worden. Dus heel veel geruchten nu. Heel veel Premier League clubs in de stress. En laten we maar eens gaan kijken wat al die geruchten zijn. Hopelijk heb je zin in deze video. Doe je een blauwpje omhoog. Abonneer op Twinity als je het niet gedaan hebt. En laten we maar snel beginnen. Ik begin meteen met een enorm grote transfer waar we echt al wekenlang over praten. Het lijkt nu eindelijk te gaan gebeuren. De nieuwe keeper van Real Madrid. De eerste echte grote aankoop die Real Madrid zal doen dit seizoen in principe is die van Thibaut Courtois. Het lijkt zo te gaan zijn dat hij naar Real Madrid zal gaan. En dat bespreken we echt al heel lang. Maar nu is er echt een direct gerucht. Een objectief gerucht. Iets wat letterlijk zo is. Waar we ook aan kunnen afleiden dat hij dus waarschijnlijk een transfer zal gaan maken. En dat is namelijk dat Thibaut Courtois de afgelopen 2 dagen, vandaag 7 augustus en 6 augustus, niet is komen opdagen op de trainingen. Dit doe je niet voor niets als je eerste keeper bent en het seizoen staat recht voor de deur. Dit doe je natuurlijk om een transfer te maken of om iets anders te doen. Ik geloof zelfs dat Chelsea vandaag nog een oefenwedstrijd heeft tegen een Europese club. Durf ik niet heel zeker te zeggen, dat dacht ik. En dat betekent dus ook gewoon dat hij in principe bij die oefenwedstrijd had moeten meespelen. Een soort van generale competitie voor een generale repetitie voor de competitie. Dat wil ik zeggen. Maar Courtois is er niet bij. En Courtois gaat dus waarschijnlijk gewoon nu zijn transfer eindelijk maken naar Real Madrid. Van de ene Belg gaan we over naar de andere. Mirallas. Een enorm groot talent werd hij vroeger genoemd. Maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Speelt nu bij Everton. En hij gaat waarschijnlijk uitgeleend worden naar de Serie A. Naar Fiorentina gaat dit seizoentje bij spelen. Ik denk voor hem prima als hij in de Serie A gewoon in de basis kan spelen. En daar speelminuten kan maken. Is dat beter dan op de bank te zitten bij Everton natuurlijk. Ook dit dus een prima transfer. Waar waarschijnlijk iedereen achter staat. In mijn vorige video zei ik dat Manchester City 5 miljoen pond wilde voor Joe Hart. Uiteindelijk is er maar 3,5 miljoen pond, wat dus ongeveer gelijk staat aan 5 miljoen euro betaald voor de keeper uit Engeland. En is Joe Hart eindelijk verlost aan zijn contract bij Manchester City. Spelen daar dus al 10 seizoenen lang ongeveer. Hij is 3 keer uitgeleend geworden. En Torino en Birmingham geloof ik heel vroeg nog. En onlangs natuurlijk aan West Ham United. En nu is hij eindelijk weg. Kan hij eindelijk bij een andere club vast gaan keepen. En dat is dus Burnley. Ik besprak het in mijn vorige video al als een gerucht. Het leek namelijk zo te zijn dat Axel Witsel zijn transfer zou gaan maken van China naar Dortmund. En het is ook gebeurd. Het is een paar dagen, of gisteren is het gebeurd. En ja, het was gewoon logisch dat dit ging gebeuren. Want anders zouden deze geruchten nooit tot stand komen. In Dortmund gaat hij sowieso basis spelen. Misschien wel de belangrijkste middenvelder op dit moment. En ik denk dat het voor Dortmund een prima speler is. En een hele goede transfer dat ze hem hebben gehaald. Nou, je hebt toch gewoon een club die, naar mijn mening, de slechtste transferperiode van alle clubs heeft uit de Premier League. Is Tottenham Hotspurs. Nou ja, slecht kan je hem niet per se noemen. Maar het is gewoon een hele dode transferperiode voor Tottenham. Er is niemand gekomen. En er is niemand weggegaan. En nu op het laatste moment komen er toch een aantal geruchten dat er misschien nog eventueel een speler weg zou gaan. Ja, geruchten verschillen heel veel, maar ik denk toch wel dat het grootste gerucht op dit moment gaat over Moussa Dembélé. Dat hij een transfer gaat maken weg bij Tottenham en dat hij misschien Inter op het middenveld zou gaan versterken. We hadden de afgelopen dagen veel geruchten rondom Inter, rondom middenvelders die eventueel nog naar Inter zouden gaan. Het begon allemaal met Vidal, die is dus uiteindelijk naar Barcelona gegaan. Daarna hadden we nu nog steeds wel een beetje geruchten rondom Modric. Zeer onrealistisch, een speler die veel te duur is en naar mijn mening iets zo gegrepen voor Inter. En vandaag horen we dus eigenlijk dat Moussa Dembélé misschien een overstap zou gaan maken van Tottenham naar Inter. Voor Inter een meer realistische transfer, omdat Moussa Dembélé speelt niet iedere wedstrijd basis. Is ook vaak, of soms een invaller, speelt ook wel heel vaak basis. Maar ik denk wel dat hij op zich bij Inter zou kunnen spelen en dat dit wel een iets meer realistische transfer is. Maar we zullen het zien. Kijk, daarnaast moeten we wel nog even melden gewoon dat bij Tottenham wel heel veel spelers dit jaar hun contract verlengd hebben. Wat natuurlijk ook geld kost en wat ook iets positiefs is voor Tottenham. Wat dus betekent dat de vaste selectie langer samen blijft. Wat ook positief zou kunnen zijn. Maar ik denk meteen aan Chelsea. Die werden kampioen, veranderden niks aan hun team. En werden vervolgens dit seizoen 5e of 6e. Dus daar word je niet heel blij van. Uiteindelijk als je het zo bekijkt. Ik zeg natuurlijk niet dat het ieder jaar zou moeten gebeuren. Manchester City heeft ook de hele selectie gelijk gehouden. Hebben alleen maar Mahrez erbij gekocht. Real Madrid heeft 3 keer achter elkaar de Champions League gewonnen met bijna dezelfde selectie. Maar het zou ook een slecht teken kunnen zijn. In ieder geval, dit is dus gerucht. Het enige gerucht
rondom Tottenham. Parma heeft 3 spelers van Inter Milan gekocht met toch wel de meest interessante Biabiani. Een zeer bekende speler. Enorm snel van zijn kaartje op FIFA. En daarvan zal waarschijnlijk ook iedereen hem kennen. Ik denk dat Parma dit seizoen wel nog een seizoen zal overleven in de Serie A. Hun eerste seizoen weer in de Serie A nadat ze eigenlijk volledig ze werden geloof ik failliet verklaard en moesten helemaal onderaan weer beginnen. Ze zijn vervolgens weer gepromoveerd naar de Serie A. Enorm veel respect daarvoor. En ik gun het ze ook om in de Serie A te blijven. Ik vind deze wel een beetje vreemd. Ik ga ze gewoon samen bespreken. Rondon en Gale, of Kyle, ik weet niet precies hoe ik hem uitspreek. Rondon gaat naar Newcastle United en Gale gaat naar West Bromwich Albion. En ze worden allebei voor een jaar geleend. Het is een soort van ruildeal tussen beide clubs. Rondon vind ik niet een hele speciale voetballer. Is al een aantal jaar wel bij subtopperclubs in Europa bezig, om het zo maar even te noemen. Ik vind het gewoon geen hele goede voetballer. En ik snap ook niet wat hij bij Newcastle in de Premier League te zoeken heeft, als ik het eerlijk ben. En die Guile, dat is toch een groot talent, dacht ik eerst altijd. En die gaat dus nu aan de slag bij West Bromwich Albion in de Football Championship. En of hij dat zelf wil, dat weet ik niet. Bij Newcastle in de Premier League, als hij het niveau aanheeft als jonge spits, dan is dat natuurlijk het beste. Misschien heeft hij het niet aan, kan hij nu een seizoenetje gaan meespelen in de Championship samen bij West Brom. Een van de beste transfervrije spelers op de transfermarkt op dit moment is sowieso Bernard. Het is heel vreemd dat hij transfervrij is. Speelde bij Shakhtar Donetsk in de basis en is daarmee ook in de Champions League. Gewoon prima heeft hij daar gespeeld. En nu is hij ook transfervrij. Net zoals Maximilian Meijer, gaat hij ook nog een transfer maken, Bernard. En ik geloof, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat Bernard wel nog na 9 augustus een transfer mag maken naar een Premier League club, omdat hij een vrije speler is. Dat weet ik niet heel zeker als ik heel eerlijk ben, maar ik denk dat dat wel zo is. In ieder geval, Bernard gaat waarschijnlijk naar een Premier League club. Er werd veel gesproken over eigenlijk een drietal clubs. Chelsea, West Ham United en Everton in de Premier League. Daarnaast waren er nog een aantal andere clubs. Dortmund, maar dat gaat waarschijnlijk toch niet gebeuren, denk ik persoonlijk. Maar Banana Everton lijkt mij best wel een logische transfer. Op internet zijn in ieder geval volgens kranten dat Everton, West Ham United en Chelsea afgeslagen zou moeten hebben. En dat Banana nu waarschijnlijk dus een transfer gaat maken naar Everton. Of dat werkelijk klopt durf ik niet te zeggen. Maar hij gaat wel een transfer maken, dat is zeker. En Everton lijkt op dit moment de meest logische club voor hem om volgend seizoen te gaan voetballen. We krijgen nog een speler uit Algerije die op de flank gaat spelen in de Premier League. Namelijk Gezal, die bij AS Monaco de afgelopen paar seizoenen speelde. En nu een transfer heeft gemaakt naar Leicester City. Een prima transfer denk ik, want ja, Premier League niveau, als je daar kan spelen, zoals ik al vaker heb aangehaald in deze video, is dat gewoon prima. Leicester moest nog een aanvaller hebben. Iheanacho hebben ze nog, maar ze zijn wel Moussa verloren. En daarvoor zou Gezal nu gewoon een beetje opvulling zijn. Al is Gezal wel meer een buitenspeler en Moussa meer een spits. Ik denk wel dat Leicester zeker weten een bredere selectie nodig heeft. Want natuurlijk, ook de andere Algerijn, besef ik me nu. Mahrez is vertrokken. Of hij daarvoor de opvolger zal zijn, ik denk dat dat niet echt te vergelijken is met elkaar. Maar toch, Leicester moest meer spelers hebben. Ja, en nu komen we toch wel uit bij het meest interessante deel van deze hele video. Ik besprak hem in mijn vorige video ook al. En toen was het nog een kleine gerucht wat gewoon een paar keer op internet stond. Paul Pogba, die een transfer zou maken aan Manchester United. Ik heb het je gezegd, toen zei ik, zou het gebeuren? Nee, ga je er de afkomende dagen enorm veel van horen en enorm veel van zien? Ja, en dit is precies wat nu gebeurt. Er gaan heel veel geruchten op het internet rond dat Paul Pogba een gesprek zou hebben gehad met United. Dat Paul Pogba gezegd zou hebben dat hij ontevreden is met Mourinho, met zijn speelstijl en dat hij daarom weg wil. Hier kan ik wel iets van begrijpen, want Mourinho probeert Pogba echt te veranderen. En Mourinho probeert echt Pogba heel verdedigend te laten spelen bij United, terwijl hij dat zelf niet wil. Dus dat kan echt wel een reden zijn waarom Pogba weg zou willen gaan. En daarnaast zijn er heel veel andere geruchten. Die andere geruchten zijn namelijk, wat we ook al vaker horen, dat Jerry Mina naar United zou gaan en meteen een opvolger op het middenveld, André Gomes, die eigenlijk een beetje als grof vuil wordt gezien in Barcelona. Die hebben ze niet nodig en die zouden zomaar weg mogen. Naast deze twee spelers zou Barcelona nog altijd 55 miljoen pond daarbij neer moeten leggen en dan zou Pogba pas naar Barcelona moeten gaan. Nogmaals, ik denk niet dat het gebeurt omdat Barcelona al enorm veel middenvelders heeft. Rakitic, Busquets, Coutinho kan op het middenveld, Vidal, Arthur. Dus daarom denk ik dat hij niet nodig is. En ik denk dat United er alles op alles aan zal doen om Pogba te houden. Het zal heel interessant zijn als hij een transfer zou maken. Ik denk dat United persoonlijk niks heeft van Mina en André Gomes. Mina vind ik echt geen verdediger die zo speciaal is. Hij heeft alleen op de WK goed gespeeld en voor de rest niet.
Waarschijnlijk gaat bij United dus alle wereld of Boateng komen. Maar voor nu is dit een enorm groot gerucht. En ik zie de kans vandaag wel weer iets meer dan gisteren. Maar ik denk dat Pogba blijft voor nu. En als er nog andere geruchten komen, dan zal ik die bespreken als er zal veranderen. Voor nu ziet dit er zo uit. Zet vooral in de comments wat jij vindt van dit gerucht van de ruildeal van Pogba. Dus dat Pogba omgeruild zou worden met Mina en André Gomes en 55 miljoen pond. Ik vind het heel interessant en ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Hopelijk vond je een leuke video, heb je een blauw duimpje omhoog gedaan. Geabonneerd op Trinity en hopelijk zie ik jou in de volgende video weer terug. Later.